Ja? Oké. Okay. Nou, meneer Wouters, u heeft gisteren gewonnen met FC Utrecht van Twente. Staat er al een feest gepland voor in de grachten? Nee, er staat nog niks gepland. Het is nog een heel lang seizoen. We zijn weliswaar goed bezig en we staan op een mooie plek. Maar om iets te plannen is nog geen reden toe. Nee. En wat verwacht u voor eindplek na de komende wedstrijden? Ja, wij kijken gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. We hebben een hele brede doelstelling. En daar zitten we weliswaar iets boven. Maar dan nog kijken we steeds van zondag naar zondag. En we hopen zo hoog mogelijk te eindigen. Ja. Heeft u de lat wel iets hoger gelegd? Nee, dat geef ik net aan. We proberen zo hoog mogelijk te eindigen. En we kijken gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. We hebben een jonge groep. Dus om daar extra druk op te zetten, dat heeft geen zin. En we proberen gewoon iedere wedstrijd zo goed mogelijk te voetballen voor het publiek. En zoveel mogelijk punten te halen. Dat was het eigenlijk al. Zoals we van hem gewend zijn, blijft trainer Jan Wouters erg nuchter onder het succes van zijn ploeg. De club beleeft zijn beste seizoen in 31 jaar. Terwijl het eerste elftal uitloopt in de Galgenwaard, worden hier de nieuwe Van der Hoorn en Kali klaargestoomd.